Goedemorgen, Joyce. Nou, dat is een hele tijd geleden dat wij elkaar hebben gezien. En er zijn er natuurlijk een hoop dingen gebeurd de laatste jaren. Dus ik vond het ontzettend leuk om weer met jou in contact te komen. Dus rijst de vraag nu van, ja, wie is Joyce? En wat heb je gedaan de laatste jaren? Vertel iets over jezelf. Ja. Goh, wij kennen elkaar van het Heksencafé, hè, in Utrecht. Ja, klopt. Ja. Met Weird Sisters, ja. Ja, en er is veel gebeurd inderdaad in de tussentijd. En ik was toen een volle maanviering, gaf ik. Onder andere. Ja, en dat heeft uiteindelijk wel geleid in het schrijven van een boek. Na 15 jaar volle maanvieringen geven. En zo'n beetje de thema's van de maan op een rijtje zetten. En dus toen heb ik de stem van de godin geschreven. En ja, een vrouwenfestival geïnitieerd en 5 jaar georganiseerd, Lorelei. Lorelei, ja, inderdaad. Ja. Is wel een flinke mijlpaal. Zeker weten, ja. Ja, en nou, in die tijd leerde ik ook. In die tijd overleed een van een vriendin van mij, Ethel. En ja, dat is ook een behoorlijke mijlpaal geweest in mijn leven. Ik ben toen uiteindelijk, ik heb haar ceremonie begeleid. Dat was ja, haar begrafenis. En dat was voor het eerst dat ik ook wel ervaarde van, jee, nu is het wel, dit is nu echt. Ja. Ja. Er zijn momenten inderdaad die maken ontzettend indruk natuurlijk op je hele wezen. Ja. Maar je vertelt inderdaad dat die zeg maar overgang, die contacten met het, ja, sommige mensen noemen dat de hiernamaals en alles en allemaal. Maar hoe heb je dat ervaren als, kijk, we zeggen soms van, we hebben godinnen die. Liminal godinnen zijn. Dus die lopen inderdaad tussen de werelden. Hoe heb je dat ervaren? Tussen de werelden lopen. Ja. Want je bent voor mij ook priesteres. En hoe heb je dat ervaren gewoon voor je werk in het algemeen? Dat heeft uiteraard indruk gemaakt. Heb je Dus net verteld? heeft alles veranderd, ja. Ja. Ik wist er ook helemaal niks van, maar ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Dus ik heb dat vaker meegemaakt daarna. Een stukje meegaan of zo. En ook voelen waar de ander naartoe gaat en contact houden. En Ethel is heel duidelijk aanwezig geweest om mij de weg te wijzen naar onze afspraak die we gemaakt hadden, blijkbaar. Dat Ja. ik met Arjan zou gaan trouwen en haar kinderen daar haar lieve de liefmoeder zou van worden. Dus ja. Ja, onze levenspaden, dat zijn inderdaad af en toe van, vraag je ook achteraf van hoe is het mogelijk? Die connecties, hè? Maar jouw connectie, heb ik begrepen, is inderdaad door geluid. Geluid. Kun je iets meer vertellen over wat voor rol je noemt het, wat noem je het? Soul sound. Ja, Soul Voice is de methode waar ik mee werk. Die is Ja. ontwikkeld door Carina Schelde. En mijn bedrijf heette al Voice Medicine. Dus ik was al wel met sound healing bezig. Ik zit inmiddels met een hond hier. Als Kijk. je aandacht Want willen ook wat zeggen. wil. Ja, en het meest bijzondere, eigenlijk voordat ik met Soul Voice in contact kwam, woonde ik in een huisje in het bos. En ik woonde antikraak in een huisje in het bos. Prachtig huisje van Staatsbosbeheer. En toen was er weer de zoveelste relatie gedoe. Toen heb ik echt een oerschreeuw. Ik was er zo klaar mee met hoe het in mijn leven ging met mannen. En ik wilde ook zo graag kinderen. Maar ik was inmiddels op 40 en ik had zoiets, ja, gaat niet gebeuren. Ik was zo boos op mezelf. Hoe ik vond van, goh, ik heb mezelf blijkbaar die waarde niet toegekend of zo. Ik ben er zo klaar mee. En dat was, ik ken mijn eigen stem, maar dit was echt, zijn luisje stond te trillen. En dat heeft ook een compleet mijn leven veranderd. Want 3 dagen later stond Arjan op de stoep. Ja, Die ik ja. nog zag als de man van Ethel. En ik kon hem ineens zo anders zien. Het was, ja, was heel bizar. En Ethel was in die tijd ook heel erg aanwezig.
om mij richting Arjan te duwen. En, ja. dat begreep ik toen ook pas. En ja, toen eigenlijk vrij kort daarna kwam Carina Schelder naar Nederland. En ik had reading en healing opleiding achter de rug. En ik had vrouwentrainingen gedaan. Dus ik had gezien, ik ben helemaal klaar. Dus ik dacht, nou ja, je kunt jezelf nog verwennen met een leuk weekendje met klank. En toen ik dat weekend heb gevolgd, dacht ik, ja, maar hier zit nog zo ontzettend veel informatie. En deze vrouw weet zoveel van sound healing. Dus dit is wel mijn pad. Omdat ik voelde, dan begrijp ik ook wat ik aan het doen ben. Ja, ja. Ja, dat is de Soul Voice. En daar geef ik nu zelf ook les in. En ik heb een praktijk in Soul Voice. Ja. Dat ja. is ook de reden waarom ik er met Lorelei ben gestopt. Omdat ik echt voelde van, ik moet hiervoor gaan. Ja, ja, het is inderdaad een van de dingen wat ik merk. Mensen doen heel veel met de hele entourage en zo. Maar ze vergeten inderdaad geluid. En ook geur. Dat zijn de echte instincten van ons. We zijn echt van, wat is een geluid? Moeten we rennen? Is het een geluid die ons inderdaad bang maakt? Maar hetzelfde met geuren. Hè? En dit zijn de gewoon oerinstincten. En vaak, als we rituelen doen, vergeten we dat. Maar net wat jij zegt, soms heb je een crisis nodig om juist door dat hele, inderdaad, dat soort pad te lopen. Maar vertel verder hoe je verbindenis dan met de natuur. Dat is iets waar heel duidelijk is in jouw werk nu. En hoe heb je die connectie met de aarde? Want je zegt van dat zijn de persoonlijke relaties. Maar hoe heb je dat kunnen koppelen aan de natuur? Nou, ik ben opgegroeid in de stad en ik heb ook heel lang in Utrecht gewoond. En tijdens mijn reading healing opleiding, ik kon niet gronden. Ik vond dat echt zo moeilijk. Ik had niet hoe dan. En iemand zei in een reading tegen mij, misschien moet je weer eens een kamerplant nemen. Nou, oh ja. Kind, gewoon heel veel planten. Ik was heel goed met planten. En ik liep ook altijd in de natuur en ik wist heel veel van planten. Maar ik was het totaal kwijtgeraakt. En eigenlijk, ja, vreemd genoeg, door die planten weer in huis te nemen, ging ik ook weer verbinding maken met de planten buiten en de bomen buiten. En begonnen de bomen ook tegen me te spreken. Als ik tegen ze aan zat, zag ik overal door de stad van, wauw, dit is een poortwachter. En dus het kwam weer helemaal terug. En ik ben uiteindelijk verhuisd naar Brabant. Eigenlijk een tijdje dus in Brabant ben ik gaan wonen. Mm-hmm. In het buitengebied. En toen had ik ook zoiets, ja, je krijgt mij gewoon de stad niet meer in nu. Dit is zo'n verschil. Ja. En dus ik, ja, ik kon, dus ook regel, kon ook gewoon dagelijks het bos in wandelen. En dus vanaf dat moment daarna heb ik in Laagvuurse gewoond in het bos. En nu dus in Gelderland. Wat ik het oosten van het land voelt voor mij heel, heel prettig. Dus bij Zutphen in de buurt. Dus oh ja, ja. Spirituele mensen die... Ja, ik heb nog nooit zoveel mensen meegemaakt in een stad die gelijkgestemd zijn. Dat is heel bijzonder. Ja. En ik woonde ook, ik woon dus ook weer aan de rand van Zutphen, in het buitengebied. In de buurt van een landgoed. En nu dus onze eigen plek, Hof van Moeder Aarde. Ja, misschien kun je iets vertellen. Want dit is meer inderdaad, ik wil hier vragen. Wat voel je als je je leidraad of je drijfveer om zoiets te beginnen? Kun je iets meer vertellen waarom? Je hebt het zelf natuurlijk, maar kun je dat nog eventjes meer uitleggen waarom? Ja, ja. Maar dat begon eigenlijk, nou, we zitten hier nu vijf jaar, dit is het vijfde jaar. En hebben 6 jaar zijn we bezig geweest met, voordat deze plek er was. En eigenlijk begon het met een verlangen van mij om samen met Arjan een nieuwe plek te starten. Want ik ben in het huis gaan wonen waar hij met Ethel en de kinderen al 4 jaar woonde. Mm-hmm. En op een gegeven moment voelde het gewoon heel fijn om samen een nieuwe plek. Ja. Met vrienden die in een joert wonen. Maar je mag dus officieel niet in een joert wonen in Nederland. Mm-hmm. Dus dat gaan we gewoon regelen. We gaan kijken of dat lukt, dat zij op het erf kunnen wonen. Nou, vonden andere mensen ook een leuk idee. Dus zitten we willen ook al op dat erf wonen. Dus gaandeweg werd dat een groep van 8 mensen. Mm. En ja, zijn we eigenlijk in de omgeving Zutphen gaan zoeken.
en een heel gesprek met gemeente Lochem gehad. Ja, dat kwam neer op een heel politiek spel uiteindelijk. Want ze wilden het wel, maar nou ja, het werd echt politiek gekonkel. Ja, zoals altijd in Nederland met regels. Ja, ja. Toen konden wij met, ja, dus toen hadden ze iets, oké, dus we hebben dus eigenlijk een camping nodig waar je het hele jaar door mag recreëren. En een boerderij waar je dus ook nog met 10 mensen in kan wonen. Ja, ja. En hoe heet jouw plek? Hof van Moeder Aarde. Hof van Moeder Aarde, wat leuk. Mooie naam, mooie naam. En uiteindelijk hebben we die plek ook dus gevonden nu. En ja, en dat bleek dus groter te zijn dan we. Weet je, soms weet je ook gewoon dingen niet. Als je dingen van tevoren weet, als je ergens instapt, dan hadden we het denk ik niet gedaan. Dat maar, is vaak het geval. Had ik het nooit gedaan. En ik heb altijd gezegd, ik wil graag gewoon krachtplek hoeden. Ja, ja, dat hebben we. En wat ik dus eigenlijk niet heb, ja, misschien heel naïef, waar ik niet bij na heb gedacht, is dat die krachtplekken gewoon in de loop der eeuwen gewoon hartstikke vervuild zijn en niet gebruikt zijn. Ja. En dat daar dus energetisch een heleboel op te ruimen valt. En dat is best pittig. Ja. Maar ja. Ja, ik krijg er wel wat voor terug. Ja, ik vind het altijd vreemd dat mensen denken dat de natuurgeesten altijd heel vriendelijk zijn. Terwijl we vaak zoveel schade hebben aangericht. Dat in eerste instantie, tenminste ik heb het ervaren dat je eigenlijk ja, ja, jezelf moest inderdaad herintroduceren. Want je bent ook veranderd natuurlijk. Dus het is heel belangrijk. Dus hoe heb jij je... ja, laat ik zo zeggen, jezelf geïntroduceerd aan het bos waar je nu woont. Hoe heb je dat gedaan? Ja, maar niet zo bewust als jij dat zegt, denk ik. Want we hebben gewoon... Ja, misschien ook wel. Ik kon zo voelen dat de plek... heel veel mensen zeiden van, ja, het is zo'n fijne, rustige plek. En ik had zoiets, de plek is dood. Het is helemaal niet rustig. Ja, precies. Dus we beginnen maar gewoon heel fysiek op te ruimen. Al die oude rommel en achterstallig onderhoud. En ja, we zijn natuurlijk met een grote groep. En contact te maken met de bomen. En een stenen cirkel leggen. Ja, ik moet zeggen dat het is zo groot en veel dat ik nog steeds... Het zijn best heel veel bomen. Mm-hmm. Ik ben nog steeds bezig met zeg maar alle bomen zo eens kennis mee te maken. Ja, ja. Eigenlijk ja, stap voor stap verbinden door het op te ruimen, schoon te maken, mooi te maken. En ook steeds contact te maken eigenlijk met het energetische veld of zo. Wat wil deze plek van ons? Precies, ja. Ja, ja. Ja, dat bedoel ik over... Je gaat natuurlijk naar een plek, maar je gaat natuurlijk van eerst vragen... tenminste, denk ik dat jij dat ook hebt gedaan. Van wat heb je nodig? Hoe kan ik je helpen? En ik denk dat dit een hele andere benadering is dan bijvoorbeeld mensen die zeggen... ik wil je helpen, maar eerst dat gesprek. Dus ik voel inderdaad dat voor jou ook heel belangrijk is. Dat hoe ga je met de bomen om? En dat zien we straks hoe je dat hebt ontwikkeld in een iets voor iedereen. Van hoe kom je in contact met een boom op een andere manier dan we gewend zijn? We kennen natuurlijk de treehuggers. Maar jij hebt een hele andere dimensie gegeven aan het begrip treehugger. Maar dat zien we straks wel. Ja, dus de drijfveer, dat is heel belangrijk. Jouw passie, dat is overduidelijk. Je hebt ook een passie voor niet alleen bomen, maar ik heb begrepen ook andere planten en oliën. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Ja, hoe heb je de etherische oliën dan ontdekt? Ja, in de tijd van de Weird Sisters gaf ik workshops ook zeep maken en parfum maken. En dan olie, maar echt puur op de geur. En ik was helemaal niet bezig met... Weet je, het enige wat ik wist is dat hij moet natuurlijk zijn en niet chemisch. Ja. Dus dat was het enige wat ik wist. En ik ging ervan uit dat het dan ook natuurlijk was en dat goed was. En... Dus met die wetenschap, en ik ben intussen wel ook heel erg in voeding gaan verdiepen en in welke groenten waar nou goed voor is en planten. En,
Maar op de een of andere manier koppelde ik etherische olie daar nog volkomen los van gezondheid. Mm. Dat ik op een markt stond met Soulvoice en mijn buurvrouw etherische olie in haar kraampje had. Ik, oh, die heb ik al een tijdje niet gebruikt. Wat leuk. En ik... Kijk, dat is de staart van een hond. Nee, zijn poot. Poot. Ze ligt ook op de rug. Ze ligt heerlijk op de rug. Ja. Hi. En ik sinaasappelolie in mijn hand kreeg van doTERRA. Oh, ja. En ik had gezien, wat gebeurt hier? Ik voelde echt zo'n energie uit mijn handen komen. En dus ik had gezien, nou, ik wil meer weten van die olie. En dus zei van, ja, nou, we hebben allemaal introductiepakketjes en kijk maar, en, want dat is voordeliger. En ik zat zo te kijken, ik denk, ja, oregano, dat vind ik heel, vind ik stinken. Waarom moet ik oregano in dat pakket? Mm. Hij zei, maar dit is je EHBO-pakket. En ik, huh? Natuurlijk. Precies, ja, ja. En daar is ook meer geleerd dat, van, ja, het is, dat, het dus, dat je die olie ook kunt innemen. En, maar dat het dus wel een hele pure, zuivere olie moet zijn. En ja, dat heb ik dus nu wel gevonden. En dan ging weer de hele wereld voor me open. Ja, ja. Dat, omdat de olie ook gewoon... Het is heel voelbaar ook als je ze vast hebt. Ja, ja, ja. Het hele proces eigenlijk van de mensen, van de boeren die het verbouwen en precies het goede moment moeten oogsten en goed betaald worden tot alle tussenhandelaren die de olie kunnen versnijden en verdunnen en een chemische troep erin kunnen gooien. Dat er allemaal uit is. En, ja, ja, ja. Ja, nou, we weten zeker van de oude wereld, de ancient world, dat olie ook toen al heel erg kostbaar was. Ja. Ik herinner me inderdaad dat mensen gingen laten olie door het vlam, en dat bij het parfumé, dus ja. onze idee van perfume, is inderdaad afgeleid van die echt die hele dure olie. Ja. Dit is ook natuurlijk vandaag de dag ook zo'n ontzettend belangrijke deel van onze leven. Bijna alles is geparfumeerd. Maar net wat ik zei, de geur, dat is zo'n sterke, roept heel vaak ook herinneringen op van heel lang geleden. En het gekke is dat we weinig woorden hebben voor het omschrijven van geuren. Mm. Behalve vieze geuren, weet je wel, het ruikt muf. Maar dat, omdat het gewoon zo'n instinct is. Iedereen weet waar je het over hebt. Ja. Het is heel raar. Maar goed, wat jij ook zei, dat het heel belangrijk is dat je het zuiver houdt. Dat je inderdaad zonder toegevoegde chemicaliën of dingen om het langer houdbaar te... dat zijn ook dingen die vaak worden toegevoegd. Maar in het bos... Hoe zie je nou de geuren in het bos? Want je hebt daar ook natuurlijke geuren. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb het wel lang ook wierook. Dus daar begon het ook eigenlijk mee. Met wierook zelf maken en harsen verkopen. Dus dan, ja, als je dan in het bos bent en je ziet wat hars op de boom toch altijd even ruiken. Ja, van de dennenbomen. Hè? Dat is echt, ja. Echt ja. Ja. En ook klein ze vaan altijd al overal blaadjes kneuzen en ruiken wat het is. En, ja. Ja. Nou, laat ons naar jouw bos gaan kijken. Want we hebben, of jij, hebt heel mooie opnames gemaakt. En ik wil nu overschakelen naar een loop naar jouw bos. Ja. Dus ik eindig nu de recording of onze, maar dan ga ik ook stotteren. Wat is jouw laatste wens? Wat wil je inderdaad aan mensen geven? En dan gaan we inderdaad kijken naar jouw praktijk. Maar wat is jouw advies aan mensen voordat ze überhaupt deze reis in het bos maken? Ja. Nou, om het inderdaad te verbinden als je het bos ingaat met de zintuigen. Dus en we zijn gewend om veel te kijken. Maar het is ook gewoon belangrijk om alle zintuigen op scherp. Dus misschien even zelfs met je ogen dicht het bos in. En maar eens gewoon de geur te ruiken en de klanken te luisteren en de wind te voelen. Absoluut. Nou,
Tot zover, Joyce. Ontzettend bedankt voor je tijd. En we kijken uit naar jouw reis in het bos. En inderdaad, de prachtige resonatie met de bomen. Ik weet wat er komt. En ik vind het ontzettend leuk dat je dit met ons wilde delen. Dus bij deze hartstikke bedankt voor je tijd. En ook een hele fijne... je gaat ook workshops doen. Dus een hele fijne retreat. Daarom kon je bij onze gathering niet aanwezig zijn. Dus heel veel succes komende weekend in het bos uiteraard. Dus hartstikke bedankt voor je tijd. Dankjewel. Nou, dit is dus een plantenspeler. En die heb ik aangesloten op, of die ga ik aansluiten op deze prachtige kastanje. Door het blad aan te sluiten. En hier aan de wortel. En dan heb ik hier een plugje. Wat ik aan het aan deze plantspeler die ik dan weer aan een versterkertje koppel. En het idee is dan dat je dus de resonantie van de boom gaat horen. Ik vind het zo bijzonder. Ja, het is een ontzettend mooie uitvinding. Ik ben heel blij dat hij intussen in zo'n heel klein apparaatje is gevoegd. En ja, het is heel bijzonder om te lezen, ook in het boekje wat ze in Damanhur geschreven hebben. Dat planten in eerste instantie, dat had ik ook, ik dacht, nou, het klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Maar zodra planten doorhebben, dat als je ze aansluit, dat zij degene zijn die dus het geluid produceren, weergeven, dan gaan ze reageren. En deze kastanjeboom... Daar wordt heel veel muziek bij gemaakt. Dus die is gewend dat er gitaar wordt gespeeld. En we gaan regelmatig ook met groepen mensen, als ik een workshop heb gegeven, even om deze boom staan om te zingen. Omdat ik weet dat de boom dat fijn vindt. Dus het is heel fijn samen met deze boom muziek te maken. Dus dat ga ik je nu laten horen. Ik wil je heel graag meenemen in het sounden met een boom. Ik kan me aan voorstellen dat jullie allemaal wel bomen knuffelen. Contact maken met bomen en voelen hoe fijn het is om in de rust te komen als je zo samen met een boom bent en tegen een boom aanleunt. Contact maken met de wortels. Ik heb intussen een gravende hond naast me. Dus als je rare geluiden hoort, dan is dat mijn hond. Maar het is gewoon te gaan ademen in eerste instantie met de boom. Dat doe ik door eigenlijk me te verbinden met de wortels van de boom via mijn voeten. En in te ademen via mijn voeten. Uitademen. Ik vind het zelf altijd heel fijn door mijn zesde chakra, maar je kunt ook via je hart uitademen of via je buik of wat voor jou fijn is. En dus waar zo'n soort cirkelbeweging te maken met je adem. Via mijn voeten uit, via mijn derde oog naar de boom. Via de wortels van de boom, adem ik erin. En via mijn derde oog adem ik uit. En dan is het fijn om op een gegeven moment als je dat zo voelt en de rust daarin voelt en de cyclus, om dan een klank te gaan maken.
fijn zijn om andersom die beweging te maken. Inademen via je derde oog, via je hart of waar dan ook. Uitademen via je voeten. Dit is heel persoonlijk. Het is niet zo van het hoort zo. Experimenteer ermee, zou ik zeggen, op wat voor manier jij het fijn vindt om klank te maken met een boom en de resonantie te voelen van je eigen rust, maar ook in resonantie te zijn met de boom samen. En met je rug tegen de boom is ook fijn. Ah. Doorgaan, dat ga ik ook doen. Maar voor nu hou ik het voor het filmpje even voor wat het is. En ik hoop dat je ook op deze manier veel plezier kunt hebben aan het saunen met een boom. Ik wil jullie graag meenemen naar de Needse Berg. Het bos vlak bij mij in de buurt. En dit is een plek waar prachtige beuken staan. Hey. En het is voor mij altijd een plek om even tot rust te komen en op te laden. Het is een hele levendige plek. Er lopen hier weinig mensen, dus ik vind dat heel prettig. Ik heb ooit in het westen gewoond en in Utrecht. En als ik daar naar het bos ging, dan kwam elke vierkante meter wel iemand tegen. En hier is het ontzettend verrust. Ik vind het leuk om hier in het bos een paar oefeningen, om het zo maar te noemen, met jullie te delen. Die ik graag doe om en weer tot mezelf te komen, maar ook in verbinding met... met deze prachtige bomen te komen. Nou, ik ben nu op Hof van Moeder Aarde, onze prachtige plek op een van de velden, kastanjeveld. Op weg naar onze prachtige kastanjeboom die je straks in beeld gaat zien. En het plan is om muziek te gaan maken met deze boom. En daar ga ik zo meer over uitleggen. Thank you.